Oh, wauw. Die boze blikken. Ik word er gewoon bijna bang van. Ja, ik zie het wel hoor. Die blik van... Serieus, Jim? Ga je nu nog eens op de storm reviewen? Ja, want waarom niet? Ik ben namelijk best wel geobsedeerd met dit spel. En ja, ik weet dat hij al een half jaar uit is, maar ik was meer bezig met het spelen van de game dan een keertje tijd vrijmaken om hier een video over te maken. Maar ik vind het nog wel meer dan de moeite waard om jou te vertellen waarom ik dit een van de tofste games ooit vind. Heroes of the Storm is een multiplayer online battle arena game, in de volksmond ook wel MOBA genoemd, die is gereleased op de PC. Als je voor het eerst kijkt naar deze game, dan denk je misschien dat die lijkt uit andere voorbeelden uit zijn genre, zoals League of Legends en Dota 2. In deze game speel je in een team van 5 man met ieder verschillende personages. En jouw doel is om de core van de vijand kapot te maken, voordat zij die van jou vernietigen. Onderweg naar die core kom je forts, muren en forten tegen die op jou kunnen schieten. Beide cores, of basissen, die schieten verschillende minions uit, groepjes computergestuurde soldaten, waar de torens en gebouwen eerst op schieten. Het is dus handig om met deze groepjes mee te lopen en de vijandelijke minions eerst uit te schakelen voordat je gaat aanvallen. En als je voorheen al een keer League of Legends of Dota 2 hebt gespeeld en je denkt nu oké, dus deze game is een clone, exact hetzelfde, hou je mond maar, want daar houden eigenlijk alle gelijkenissen al op. Neem bijvoorbeeld het levelen. Het is tijdens een match van belang dat je een hoger level bent dan je tegenstander, want een hoger level betekent vaak meer health, meer damage en meer skills. Hoe level je dan? Door vijandelijke minions kapot te maken en forts en torens. Maar ook het doden van vijandelijke spelers levert een heleboel experience op. Maar in tegenstelling tot andere MOBA's is het in Heroes of the Storm zo dat jij niet als personage levelt, maar je hele team levelt mee. En daarom is samenwerken dus extreem belangrijk. Om jou een extra steuntje te geven, kan je ervoor kiezen om neutrale camps te gaan aanvallen. Dit zijn wezens die je moet verslaan en als je dat doet en je staat vervolgens heel kort in een cirkel, dan gaan deze wezens voor jou vervolgens vechten. Er zijn 3 verschillende types. Je hebt de siege camps, dit zijn ogres die van een afstand rotsen gooien. Je hebt de bruiser camps, dit zijn 3 knights en een mage. En eigenlijk veel sterkere en grotere versies dan de standaard minions die de cores uitspugen. En dan heb je ook nog de bosses. Dit zijn gigantische wezens die heel veel moeite kosten om neer te halen. Maar lukt het je met je team en lukt het je ook om hem vervolgens naar jou toe te eigenen, dan gaat hij een lane pushen en dan moet het vijandelijke team wel verdedigen, anders kunnen ze gewoon verliezen. Timing is ontzettend belangrijk bij het neerhalen van deze camps. Zijn er bijvoorbeeld een paar teammates dood en de vijand heeft al zijn teammates nog, dan is het echt geen goed idee om een kampje proberen aan te vallen, want dan kunnen ze je gewoon met z'n allen pakken, ben je een kampje kwijt en zijn er ook nog eens meer leden dood. Zie je op je minimap onderin het scherm geen enkele vijand in beeld, dan is de kans heel groot dat ze met z'n allen een bos aan het aanvallen zijn. Proberen een camp te pakken terwijl er een level event of objective bezig is, dat is ook een heel erg slecht idee. En ja, de level event / objectives, een gigantisch onderdeel van Heroes of the Storm. In deze game zitten namelijk op dit moment van opname, 10 levels. En naast dat elk level een apart uiterlijk heeft, een apart thema, heeft ieder ook zijn eigen objective. Dit is een opdracht die voor beide teams geldt. Lukt het jouw team om deze opdracht te voltooien, dan krijg je een extra voordeel. Zo heb je de Dragon Shire, een level met 3 lanes, waar boven en onder een shrine te vinden is. Lukt het jouw team om beide shrines over te nemen, dan kan je naar het midden van de map toe rennen om daar de Dragon Knight te claimen. Dan verandert één van jouw teammates, of degene die dan in het midden die dat altaar overneemt, die wordt dan tijdelijk de Dragon Knight. Een boss character die het tij kan keren in een wedstrijd. Meerdere maps of levels die hebben een machtig wezen als beloning. Zo heb je in The Garden of Terror de Garden Terror die je krijgt als je genoeg zaadjes verzamelt. In Tomb of the Spider Queen gaan er 3 gigantische spinnen alle lanes pushen als je genoeg diamanten inlevert. En in The Battlefields of Eternity, en dat is dan een beetje afhankelijk van welke zijde je spant van de map, of aan de Heaven Side of aan de Hell Side, dan moet je helpen jouw Immortal een eeuwige strijd te winnen tegen de vijand. Lukt je dat, dan gaat de Immortal tijdelijk voor jou vechten. Maar het is niet zo dat alle maps draaien om één machtig wezen die het tij kan keren. Nee, ook daar zitten we variatie in. Zo heb je een piratenlevel, Blackheart's Bay, en daarbij moet je munten inleveren bij een piraat in het midden van de map.
Lever je genoeg munten in, dan gaat ze Ghost Ship schieten op de vijandelijke gebouwen. In Cursed Hollow kan je jouw vijand vervloeken, dan gaan al hun gebouwen een minuut lang niet schieten en zijn hun minions super zwak. En dan heb je het nieuwste level op het moment van opname, die draait volledig om de objective, dat is de Towers of Doom. Daarbij heeft elk team 3 forts en een core. En die core kan alleen maar beschoten worden door de objective. Dat zijn alters die je moet overnemen. En het aantal kanonschoten wat je krijgt op de vijandelijke core, dat is afhankelijk van hoeveel forts er staan. Dus je kan voor meer schoten zorgen als je genoeg forts weet neer te halen. En dan proberen zij het weer terug te pakken. En zo wordt het één groot strategisch en turbulent spel. Want dat is het vooral. Als zo'n objective in beeld komt van... you must need my curse of zoiets, dan is het van oh shit, we moeten met z'n allen daarheen, want anders pakt de vijand het en dan kan het zomaar voorbij zijn. Het zorgt tegelijkertijd ook voor ontzettend veel variatie, want in elk level moet je weer net iets anders spelen, moet je net even weer wat alerter zijn op een ander element. Ik vind dat fantastisch. Wat betreft de variatie geldt dit ook voor de personages als je het aan mij vraagt. De designs die zijn geweldig, ze zien er heerlijk uit. Nou ben ik wat dat betreft wel bevooroordeeld, want ik ben een Blizzard fanboy, maar ja, hou me eens tegen. De line-up die bestaat voor het merendeel uit characters uit Warcraft, Starcraft en Diablo. De Blizzard franchises die we allemaal kennen. De characters zijn verdeeld onder 4 rollen. Je hebt de Warriors, die zijn gedesigned om voorop te lopen. Ze hebben de meeste health, maar kunnen niet heel veel damage doen. De Assassins zijn een beetje tegenovergestelde. Die zijn ontworpen om vijandelijke heroes neer te halen, maar zijn heel erg kwetsbaar, dus je moet ze goed beschermen. En dat kunnen de support characters doen. Dit zijn veelal healers of characters met abilities die jouw team heel goed kunnen helpen. En als laatste heb je de Specialists. Dit zijn aparte personages, omdat ze ontworpen zijn, althans de meeste... om vijandelijke gebouwen makkelijk neer te halen. Wat ik bijzonder vind is dat elk personage iets unieks heeft, waardoor je er net iets anders mee gaat spelen dan met een ander personage. Er zijn maar weinig combinaties van namen die je kan noemen van, oh ja, die lijken op elkaar. Jaina en Kiltas lijken op elkaar, I guess, want het zijn beide mages, ze hebben beide Area of Effect abilities. Alleen Jaina is dan van het ijs en Kiltas is van het vuur. Maar alsnog moet je er wel anders mee omgaan. Nova en Zeratul zijn misschien gelijk aan elkaar en dat is alleen maar om het feit dat ze allebei onzichtbaar kunnen worden. Maar goed, Zeratul is een melee character en Nova is een chick met een sniper. Dus daar heb je ook alweer verschil in. Maar voor de rest is Blizzard echt all the way gegaan. Echt compleet over de top van, ik heb een uniek idee voor een character. Fuck it. Ze hebben het er gewoon in gedaan. En dat kan ik waarderen. Zo heb je bijvoorbeeld Murky. Dit is een Murloc die heel snel doodgemaakt kan worden. Maar hij kan overal waar hij wil een ei neerleggen in het level. En daar spant hij binnen 4 seconden weer uit. Tenzij hij natuurlijk dat eitje kapot maakt en hem vervolgens vermoordt. Zo heb je The Lost Vikings uit The Lost Vikings. Dit zijn 3 verschillende personages die jij allemaal kan besturen. Je kan ze als eenheid op pad sturen of je kan ze individueel van elkaar commanderen als een soort strategy game. Dit zal heel erg vet zijn voor degene die heel veel StarCraft 2 multiplayer hebben gespeeld. Maar het meest unieke personage waarbij andere MOBA's waarschijnlijk zouden zeggen, nope, dat doen we niet, dat is veel te anders, dat kan niet eens werken in een game. Blizzard heeft het laten werken. Het meest unieke personage is Cho'Gall. Dit is een ogre met 2 hoofden. En je raadt het al, die wordt bestuurd door 2 verschillende spelers. Eentje is Cho. Hij is de warrior die bepaalt waar Cho'Gall heen gaat. En heeft een paar abilities waardoor hij zich goed kan verdedigen of zich snel kan verplaatsen. En Gall, die doet de meeste damage met allerlei Shadow Bolt spells. Cho'Gall is dan ook veel sterker dan elke andere hero uit de game. Maar hij neemt dan ook 2 plekken in beslag. Dus het is Cho'Gall en 3 anderen in plaats van een character en 4 anderen. Cho en Gall moeten ook samenwerken om de maximale damage te kunnen doen. Maar als je goed samenwerkt, althans als je tegen Cho'Gall speelt, als je goed samenwerkt, dan is hij ook wel echt neer te halen. Het wordt niet overpowered of het is niet ineens oneerlijk ofzo. En als je hem neerhaalt, hij geldt voor 2 deaths. Dus het kan zowel een voordeel zijn als een nadeel om hem te kiezen. Bij sommige personages heb je binnen 1 match wel zoiets van, oké, ja, ik snap dit wel, een beetje dit doen, een beetje dat doen, dan kan je wel winnen. Maar bij andere personages is het weer zo dat je urenlang moet oefenen om enigszins hun basis onder de knie te krijgen. Alle heroes hebben hun abilities, de Q, W en E moves die je kan inzetten. Deze hebben vaak een cooldown waarbij de ene wat langer is, maar dan ook meer waardevol dan de ander.
Ook krijg je bij level 10 een Heroic Ability, of Ultimate zoals ze bij andere MOBA's genoemd worden. Dit zijn abilities die super sterk zijn als ze goed gebruikt worden. Wat tof is aan Heroes of the Storm is dat elk personage er 2 heeft. Je moet er dus eentje kiezen wanneer je level 10 bereikt. Naast je Heroic Ability moet je ook je talents kiezen in een match. Deze krijg je bij level 1, 4, 7, 10, dat is dan je ultimate die je moet kiezen, level 13, 16 en 20. Wat zijn de talents? Nou, dit zijn of passieve bonussen die je krijgt, zoals extra damage of extra snelheid, etc. Of het zijn aanpassingen aan bestaande abilities die dat extra sterker maken of een andere bonus geven, een soort twist aan die ability. Of het zijn nieuwe abilities die je kan bijleren, zoals bijvoorbeeld een healing ward bij support characters. Een soort totempaaltje die iedereen in een cirkel een klein beetje healt. Deze talents zijn ontzettend belangrijk en een juiste combinatie van talents kan zorgen voor de overwinning. En om toch weer eventjes een vergelijking te trekken met League of Legends en Dota 2. Inderdaad, talents zijn jouw manier om jouw draai aan je personage te geven of jouw build. Er is geen gold, er zijn geen shops en er is ook geen last hitting aanwezig. Met uitzondering van één bepaalde talent. Ook geen healing potions of dat soort meuk. Nee, healing dat moet maar lekker gedaan worden door een healing fountain die in elk level zit. Of door je support heroes. Heroes of the Storm houdt het dus redelijk basic als je het op die manier bekijkt. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want zo leg je eigenlijk meer nadruk op de gameplay. Dan hopen dat je genoeg gold krijgt en dat iedereen gierig gaat lopen doen. Want oh, ik wil de kill, want dan krijg ik de meeste gold en dan kan ik weer een item kopen. Dat soort shit, dat zit er gewoon niet in Heroes of the Storm. Het feit dat je als team levelt in plaats van jij alleen als personage, dat voegt ook toe aan het hele basic gebeuren. Maar basic is in dit geval niet slecht, want het is juist deze basis waar ik verliefd op ben. Het is ijzersterk en omdat de game zich daarop focust, natuurlijk wel met extra elementen zoals de camps en de objectives, daardoor ben je alleen maar gefocust op de gameplay en daar moet het uiteindelijk over gaan. Met de verschillende elementen in de game zoals de talents, het leveling systeem, de objectives, de camps, zou je misschien denken dat een sneeuwbaleffect onvermijdelijk is. En tuurlijk, een team kan duidelijk domineren in Heroes of the Storm. Zeker als jouw team continu fouten blijft maken. Pro tip hier zo, ga nooit in je eentje tegen 5, 4, 3 of misschien zelfs 2 man vechten. Want dat je verliest is vrijwel zeker. Maar ook al gaat het kut, geef nooit op. Want de potentie voor comeback in Heroes of the Storm, die is real. The comeback is real. Ik heb zat matches gehaald waarbij de eerste 10 minuten kut ging. We verloren een aantal forts. Ik hoorde continu dat pingeltje dat teammates doodging. Ik dacht, fuck, gaan we weer. Maar dan gaat het vijandelijke team fouten maken. En dan heb je er een paar en is het van, fuck yes. Dan kan je de objective pakken. Vervolgens kan je nog een paar campies mee pakken. En dan zijn je levels ineens weer gelijk. Of sterker nog, misschien heb jij zelfs meer experience daardoor gekregen, waardoor je nu voor staat in één keer. Hierdoor blijft Heroes of the Storm altijd spannend. Er zijn natuurlijk momenten waarop het onvermijdelijk is dat jij gaat winnen of dat je denkt, nou, sloop die core maar, want hè, die 20 seconden van mijn leven, die wil ik terug hebben. Maar alles wat daartussenin zit, dat kan alle kanten opgaan. Heroes of the Storm ziet er wat mij betreft erg goed uit. De game draait op de StarCraft 2 engine en dus zullen heel veel PC's geen moeite hebben om deze game goed te kunnen draaien. Heel veel personages hebben veel detail en ook heel veel toffe animaties. Maar wat ik heel erg gaaf vind, is dat ze dieper zijn gegaan. Ze maken de characters echt de characters die ze waren in een oorspronkelijke game. En dat doen ze onder andere door kleine gesprekjes die ze onderling hebben. Als voorbeeld, Sonja en Vala zaten beide in hetzelfde team. Beide komen ze uit Diablo 3. En ik hoor Sonja ineens zeggen, de barbaarse vrouw, there are 2 Nephilim on this team. Does that mean the minions of hell grow stronger? Wat een directe referentie is naar hoe multiplayer werkt in Diablo 3. Ook als Zangara, Tychus of Rainer herhaalt, dan zal ze roepen, worthless Terran! Dat soort kleine dingen maken de persoonlijkheid van de personages veel groter dan gewoon, haha, I killed you. Maar daar blijft het niet bij met de pracht en praal van Heroes of the Storm. De animaties waarbij de torens zichzelf, zeg maar, opwinden, klaar voor de strijd. De gates die opengaan, de cores die zichzelf manifesteren voor je ogen. Dat is geweldig. Er zijn kleine personages die niks met de strijd te maken hebben. Bijvoorbeeld een vissertje of een prinses die op een troon zit aan één kant. En dan zie je aan de andere kant exact hetzelfde, maar dan in een andere kleur. En zo heb je ook heel veel objecten die kapot kunnen.
er is echt wel aandacht besteed aan hoe de game eruit ziet. En daardoor is het ook heel erg fijn om naar te kijken, ook gewoon als spectator. Niet alleen het beeld, maar ook de audio is weer van uitermate goede kwaliteit. Precies zoals we gewend zijn van Blizzard Entertainment. De stemmen zijn heerlijk om naar te luisteren. Ook omdat de personages vertolkt worden door hun oorspronkelijke acteurs. Dus Diablo klinkt als Diablo, Uther klinkt als Uther en Rainer klinkt gewoon als Rainer. Het is de guy die je kent uit StarCraft. Variatie is een woord die ik al een aantal keer heb gebruikt in deze review, maar het is wel heel erg toepasselijk op deze game. Er zijn ook een aantal levels die een aparte announcer hebben. Inderdaad, de stem die zegt, oh, nog 5 seconden voordat de match begint. Double kill, mega kill, triple kill. In een piratenlevel krijgen we bijvoorbeeld een pirate die dingen naar je roept. Deze stikt gewoon op den duur en zegt, ja, ja, ja. In Sky Temple, daar is de announcer super sarcastisch van, oh. You just lost the fort. I believe that was yours. Daardoor hebben de announcers ook persoonlijkheid. En dat is waar Heroes of the Storm bol van staat. Dankzij de audio. Alles heeft persoonlijkheid. De muziek die is ook geweldig. Heroes of the Storm heeft een aantal eigen deuntjes. De Heroes of the Storm main theme is inmiddels heel erg bekend. Maar het pakt ook, soms subtiel, soms niet, deuntjes uit allerlei andere franchises. Als de piraat uit het piratenlevel bijvoorbeeld gaat schieten, dan hoor je... Uit Warcraft 2, ga je de Battlefield of Eternity op, dan is de kans heel groot dat je de Tristram theme uit Diablo hoort. En dat is geweldig. Het is zo vet om deze deuntjes weer te horen. Nogmaals, tuurlijk, ik ben een Blizzard fanboy, maar damn wat klinkt deze game goed. Het is eigenlijk hetzelfde wat Nintendo doet met hun Super Smash Bros. Serie. Daar word ik ook gewoon helemaal gek als ik daar weer een nieuwe orkestrale versie van Mute City uit F-Zero hoor. Datzelfde geweldige nostalgische wat oh shit effect, dat zit in Heroes of the Storm. Als je natuurlijk een Blizzard fan bent. Ben je dat niet, ook dan zal deze soundtrack je prettig tot de oren klinken. Heroes of the Storm is een free-to-play game. Dat betekent dat jij nu... as we speak, de game gratis kan downloaden en spelen. What? No money? Yeah! Wat mij betreft handelt Blizzard voor het merendeel ook het model wel goed hier. Je kan namelijk de game blijven spelen zonder er ook maar een cent in te douwen. Er is elke week namelijk een free rotation. Dan kiest Blizzard een aantal heroes uit en daarmee kan jij spelen voor nop. Maar is die week weer voorbij, dan kiezen ze weer andere heroes en dan moet je daar zeg maar weer net geluk mee hebben. Je kan deze characters natuurlijk permanent unlocken door echt geld neer te leggen of door gold te spenderen. En hoe verdien je gold? Door je profiel te levelen, door characters te levelen, door daily quests te doen. Elke dag krijg je een nieuwe met een maximaal van 3. Af en toe zijn er ook nog special events waardoor je gold verdient. Of je speelt gewoon weg. Bij elke match krijg je een klein beetje gold. Wil je meer experience en meer gold? Dan kan je daarvoor een stimpack kopen die jou een bonus geeft voor de duratie van die stimpack. Ook zijn er verschillende mounts en skins te vinden in de digitale winkel van Heroes of the Storm. En deze moet je voor een merendeel met echt geld kopen. Alhoewel er wel uitzonderingen zijn, zoals de Master Skin die je alleen maar met in-game gold kan kopen. Zoals ik al zei, het free-to-play model zit op zich goed in elkaar. Maar ik heb wel één klein dingetje. Ik bedoel, ik snap het wel. Weet je wel, wil je een personage nu een beetje geld neerleggen? Wil je er net iets anders uitzien dan de rest door middel van een skin of een mount? Een beetje geld neerleggen. Maar Blizzard is wel een beetje te ver gegaan als het gaat om de prijzen. Fucking Blizzard! Shit! Alle heroes, of althans, een beetje afhankelijk van wanneer ze uit zijn gekomen, ze kosten rond de 10 euro om te unlocken. Hetzelfde geldt voor de skins en de mounts. Sterker nog, sommige zijn zelfs duurder omdat het legendary skins zijn. En ik zeg niet dat er niet veel moeite is gestoken in deze skins. Sommige hebben themed abilities, dat hun moves er anders uitzien, zeg maar aansluitende met het thema van de skin. Sommige hebben een aparte voice-over of hebben een extra effectje over hun voice-over. Tuurlijk, dat is allemaal vet en cool, maar op dit moment, moment van opname, is er een eindejaarsactie gaande waarbij alles voor 50% te krijgen is. En als ik naar die prijzen kijk, dan denk ik, hey, dat is reasonable, dat is, ja... Take my money, Blizzard. Take my bloody money. Ik denk dat als Blizzard permanent alle prijzen omlaag haalt, dat het dan een stuk vermakelijker en een stuk leuker wordt voor iedereen om deze game te blijven spelen. Want, als we natuurlijk heel eerlijk zijn, als je alles free-to-play wil gaan unlocken, alle personages, dan ben je echt wel heel erg lang bezig. Maar goed,
Daarom is het ook een free-to-play titel. Er moet natuurlijk geld verdiend worden. En of er nou een aanbieding, korting is of niet... Ik heb al best wel veel geld uitgegeven aan deze game. Mag geen geheim zijn. Heel veel. Er zijn op dit moment 4 modes in de game. Je hebt Quick Match, die je in je eentje kan spelen, of met vrienden. Hiermee word je met andere mensen willekeurig gematcht en in een willekeurig level gegooid. Je hebt Hero League, dit is Ranked Play. En hier kan je, voordat een match begint, met je team overleggen welke compositie je moet doen. Het level wat gespeeld gaat worden, dat wordt ook van tevoren aangegeven. Dus hier kan je echt strategisch kijken. En hier kan je dus ook de ranking ladder op gaan klimmen. Let wel dat deze mode alleen maar te spelen is in je eentje of met één vriend. Je hebt ook een andere variant hiervan en dat is Team League. Dit is eigenlijk hetzelfde als Hero League, maar dan met een vol team van 5 man en niet minder. Tot slot is er nog Custom Match. En dat zegt het eigenlijk al, je kan zelf bepalen welk level je speelt. Je kan zelf bepalen wie er in welk team zit, etc. Inderdaad, er zijn nog niet heel veel modes in Heroes of the Storm en graag zou ik nog wat andere opties willen zien. Zoals een unranked draft play, dat je gewoon van tevoren al een compositie kan maken zonder dat het meteen je ranking beïnvloedt. Of een voting optie voor welk level je gaat spelen, zou ik zelf ook heel erg fijn vinden. Maar er komt uitbreiding aan. In 2016 komt er een arena mode waarbij Blizzard bepaalt wie welk personage gaat spelen. Er zullen ook andere regels zijn met betrekking tot de core. Het zal waarschijnlijk alleen maar zijn dat je... alleen maar heroes tegen elkaar vecht. Dus dat belooft een dolle boel. Je moet dat ook niet al te serieus nemen. Ik vergelijk het heel erg met de Tavern Brawl uit Hearthstone. Ik heb er heel veel zin in, maar die is dus nog niet uit. Heroes of the Storm is nu al, wat mij betreft, een uitzonderlijk goede, vette, gebalanceerde online game die je gespeeld moet hebben. Ik heb wel een aantal klachten wat betreft de game. Er zijn af en toe lag spikes en het is een team game. Dus als iemand gaat lopen kutten of tegen je gaat schelden, dan kan het ontzettend frustrerend zijn. Maar ja, in welke game gebeurt dat niet? Lees League of Legends Dota 2, daar gebeurt het nog veel erger dan in Heroes of the Storm. Maar behalve dat, dit is een game waar ik geobsedeerd door ben. Ik moet en zal dit elke dag spelen. En dat komt door de manier hoe matches zijn opgedeeld. De balans, het level, de variatie. Dat op elk moment kan er een comeback komen. Het is zo fijn om te spelen. En door die daily quests en de skins die je kan unlocken. En elke keer maar weer wachten tot een nieuw personage. Ik wil door blijven spelen. Ik wil alles masteren. Het is echt een verslaving van mij geworden. En aangezien de game officieel gezien dan nog niet eens een jaar uit is, heb ik ontzettend veel hoop voor de toekomst. Er zijn nu al zoveel unieke personages en levels. En er komen er ook nog eens unieke modes bij. Ik bedoel, are you fucking kidding me? Ik ben fucking hyped. Dus waar wacht je nog op? Ga dit spelen. Speel Heroes of the Storm. Download het nu en enter the Nexus.